de Monks U18 zijn kampioen geworden. En wij waren erbij. En ze hebben allemaal de medaille gekregen van de voorzitter van de Monks die mee was afgereisd naar Schagen. Waar we hier de laatste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. Nou, ja. Lekker, ja. Leuk. Toch wel goed. Hoeveel wedstrijden hebben jullie gewonnen? Elf. Allemaal, op één na, nee. Deze. Oké. Aanvoerder? Ja, blijkbaar wel. Dat maakt nog niet. Oké. Gebombardeerd tot aanvoerder vandaag. Ja, precies. Okay. Nou, blij met jullie overwinning. Laat de beker even goed in beeld. Oké, dan gaan we nu even naar de coach. Geniet van jullie overwinning. Hartelijk gefeliciteerd namens Omroep Pim. Je was al bij ons in de studio op 7 april. En toen hoopte je natuurlijk al dat het goed zou gaan met het team. En nu zijn jullie hier kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. En hoe voelt dat zo? Nou, het voelt goed. Het is alleen jammer dat we verloren hebben. Je had natuurlijk liever al willen sluiten met 100%. En nou, één keer verloren, ja, het hoort erbij. Maar het is even slikken. Ja, thuis hebben jullie wel van ze gewonnen? Thuis hebben we wel gewonnen, ja. Okay. We waren nog ongeslagen, dus dat is jammer. Dus al met al een super seizoen gehad? Ja, jongens hebben heel goed gespeeld. Goede vooruitgang geboekt en dat is natuurlijk belangrijk. Oké, okay, ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Oké. En hier is de secretaris, nou heel bevlogen Monkslid die altijd aanwezig is bij vele wedstrijden en vele trainingen. Dit is Roel. Roel, hoe vind jij nu dat we kampioen zijn geworden? Nou, fantastische prestatie natuurlijk van deze jongens. Het is een relatief kleine groep die het altijd op trainen geweest is, altijd wedstrijden, echt super inzet. We zijn een leuke vereniging, we hebben enthousiaste trainer, coaches. Dus daar moet het van hebben. En het enige wat de Monks nog een beetje ontbreekt, is het damesbasketbal. Dus dames, meiden in Monnikendam, ga lekker basketballen. Okay. De voorzitter van de Monks, en die zit hier ook, want die is natuurlijk ook aan het kijken. Ramon, hoe vond je deze wedstrijd? Ja, deze wedstrijd was heel enerverend, spannend. Helaas verloren. Maar dat geldt niet voor de rest van het seizoen, want dit team is natuurlijk fantastisch kampioen geworden. En dat is echt een verdienste van de jongens en de coach. Dus alle lof daarvoor. En hoe is het eigenlijk met de andere teams gegaan? Want dit is natuurlijk maar één team van de Monks. Nou, we hebben ook nog een U20 team. En die jongens die zijn ook kampioen geworden dit seizoen. Dus dat is ook... ontzettend goed voor het moraal van de vereniging, van de, zeker de lagere teams. We hebben nog een vijftal extra jeugdteams buiten de U18 en U20. En nou, die ballen heerlijk. En er zijn veel nieuwe aanwassen en nieuwe jongeren die steeds meer gaan basketballen. En dat moeten we natuurlijk hebben. We zijn een goede vereniging die echt aan het groeien is. En dit soort kampioenschappen van de U18 en de U20 dreigen daar echt aan bij. Oké, dankjewel en een hele fijne verdere middag en geniet van het kampioenschap.